En dan, ik wil even iets voorkomen. De derde golf. En dan denk je, de derde golf, we zitten net in de tweede golf. Dat klopt, maar dan is dit het moment om ervan te leren, zodat we een derde kunnen voorkomen. Op dit kaartje zie je onze huidige coronasituatie. Hoe donkerder, hoe meer corona. Ons landje is gereduceerd tot het bloederige corona-oor van het grote gele Duitsland. Hoe zijn we hier beland? In juli stonden we nog gelijk met Duitsland, maar dan, vanaf begin augustus, zie je het misgaan. Noord- en Zuid-Holland worden oranje, dan wordt langzaam heel Nederland rood en eind september nagenoeg zwart. Ik weet niet eens of er nog iets na zwart komt. Misschien amputeren. Dan moet je heel strak een riem om Gouda binden en dan zeg je Zuid-Holland, neem even een goede slok whisky en dan tjak! En Duitsland blijft al die tijd gewoon lekker geel. Dan zijn we er toch weer ingetuind. Je weet wat ze zeggen, corona is een pandemie met 2 miljoen doden en aan het eind winnen de Duitsers. En in Duitsland kijken ze met verbazing naar ons. De Duitse tv kwam even rondsnuffelen in Venlo en ze waanden zich in een andere wereld. Es fühlt sich anders an hier, ein bisschen wie ohne Corona. Unser Nachbar, die Niederlande, hat es immer etwas lockerer gehandhabt mit den Regeln. Maske trägt hier niemand. De Duitsers zeggen dus op dit moment dat het in Nederland voelt alsof er geen corona is. Alsof Frodo door Mordor wandelt en zegt, wel lekker even niks. Hallo, ik kom deze ring in de vulkaan gooien. Hallo, ik moest vragen naar Sauron, iemand? Hallo? En hoe kan Duitsland zo keurig geel blijven? Want dit was ons niet beloofd. Het virus houdt zich ook niet aan grenzen. Een virus heeft geen paspoort. Nee, het virus heeft misschien geen paspoort, maar het is inmiddels wel lekker aan het inburgeren hier. Trouwens, waarom praten ze überhaupt over het virus alsof het een persoon is? De vijand, het virus ligt te wachten om weer aan te vallen. Het virus heeft niet alleen geen verstand van economie. Dat virus houdt zich niet aan grenzen, houdt zich ook niet aan de grondwet. En het virus houdt geen rekening met de drukte op de dam. Daar houdt het virus allemaal geen rekening mee. Kijk, dat is dat virus zo moeilijk uit te leggen. We proberen al een tijdje met het virus in contact te komen. En zo lang kennen we het virus nog niet natuurlijk. Ze heeft het virus ook al geen verstand van. Wat is het toch ook een domme lul? Dat virus, hè? Dat virus. En ik vergelijk ons nu steeds met Duitsland, maar in andere landen gaat het natuurlijk ook mis. Dat klopt, maar ik heb altijd geleerd, je moet je spiegelen aan het slimste kindje van de klas en niet zeggen, ja, ik heb een onvoldoende voor aardrijkskunde, maar Joey ook. Ja, maar Joey zit onder zijn tafeltje crack te doen. Joey is in deze vergelijking België. In Nederland zijn we dus in een tweede golf terechtgekomen, omdat we niet op tijd waren met voldoende maatregelen. En wat kunnen we daarvan leren, zodat we een derde golf kunnen voorkomen? Dus toch goed om ons even te spiegelen aan Duitsland. Lekker groot land, 4 keer wereldkampioen, een zwarte bladzijde waar je u tegen zegt en heel weinig coronabesmettingen. Laten we eerst eens kijken naar wie daar de baas is. Ik heb einfach een modelrechnung gemacht, dat ik über juli, august, september in 3 Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten 3 Monaten weiter so wäre, dann würden wir von 2400 auf 4800, auf 9600, auf 19200. Ich setze mir even stop, want ze rekent nog door tot april 2040. Angela Merkel is zelf natuurkundige en dat zie je dus ook meteen in hoe berekenend ze over het virus praat. Ze wordt natuurlijk geadviseerd door een groepje geleerden, het Duitse RIVM, onder leiding van Christian Drosten. Dus moet je nagaan, Merkel die is een geleerde en die Drosten die adviseert haar en die is ook een geleerde. En die Drosten wordt natuurlijk zelf ook weer geadviseerd door geleerden en dat gaat zomaar door. Een grapje voor de kleine zaal. In Nederland hebben we ook een baas, maar dat is Mark Rutte. En dat vind ik op zich niet erg, maar hij wel. Op straat is het wel vaak zo dat ouders zeggen tegen hun kinderen, daar loopt de baas. En dan is mijn antwoord altijd, nee, de baas is jouw vader of je moeder. Ja, dat kind op straat denkt dan, mijn ouders zijn de baas. Maar waarom moet papa dan steeds huilen? En waarom kwamen die meneren dan gisteren de meubels weghalen? Maar goed, dit is hoe Rutte sprak voor corona. En als er dan een grote crisis komt, dan zie je wel eens dat leiders zeggen, oké, bitches, ik ben hier de baas. Doe wat ik zeg en ik leid jullie hier doorheen. Rutte niet zozeer. Het laatste wat ik wil is dat mensen naar mij luisteren. Mijn taak is mensen te vertellen wat de situatie is. En ze moeten vooral niet iets doen omdat ik het zeg. Ik verplicht niemand naar mij te luisteren. Ik wil helemaal niet de baas spelen hier, daar ben ik ook helemaal niet. Ja, in zekere zin ben je dat dus wel. En tijdens een crisis is het echt best handig als mensen naar je luisteren. Dat zie je nu ook met die mondkapjes. Want Jaap van Dissel, een beetje de Nederlandse Christian Drosten, die weer de Duitse Jaap van Dissel is, enzovoort.
die is natuurlijk heel erg tegen die mondkapjes. En Mark, luister vooral niet naar mij, Rutte, ging daar maandenlang in mee tot afgelopen maandag. Sinds begin deze avond is het advies om een mondkapje te dragen in winkels en openbare ruimtes in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag. Ja, een advies, niet verplicht, alleen in 4 grote steden. Maar toen kwam dinsdag. Het kabinet zei, oké, dan doen we het in de grote steden. En nu zeggen ze dus ineens, oké, overal. Ja, inderdaad, dus toch overal. Althans, deels. Ik zou dan ook ervoor willen pleiten om dit niet te laten gelden op de middelbare scholen. Oké, dus niet op middelbare scholen. Oké. Vanaf maandag geldt op middelbare scholen het dringende advies een mondkapje te dragen. Wel op middelbare scholen! We zijn in Nederland in 1 week van geen mondkapjes tot landelijk maar niet op scholen tot toch ook op scholen gegaan. In dit tempo word je dinsdag doodgeschoten als je zonder mondkapje uit het raam kijkt. En voortschrijdend inzicht is mooi, maar het is ook een lastige boodschap. Dus daar moet je als baas van tevoren even goed over nadenken. Meneer Rutte, als u straks boodschappen gaat doen, zet u dan sowieso een mondkapje op? Heb ik nog niet over nagedacht. Ga ik niet over nagedacht. Ik denk dat ik dat wel doe, ja. Nog niet over nagedacht? Oké, uitgerekend de premier blijkt de enige Nederlander te zijn die nog niet heeft nagedacht over een mondkapje. 2 dagen later ging Sander van der Wulp kijken of Rutte inmiddels achter zijn eigen beleid stond. Wij staan nu op 1,5 meter van elkaar, maar zouden we niet eigenlijk in dit openbare gebouw een mondkapje op moeten? Nou, dat is dan aan het gebouw zelf. Aan het gebouw? Deze man wil zo erg niet de baas zijn dat hij de verantwoordelijkheid bij een gebouw legt. Ja, dan moet je aan de Martini-toren vragen. Dat weet ik allemaal niet. Heeft hij intussen wel al over de praktische kant nagedacht? U heeft er altijd één bij u, vanaf nu. Keurig. Maar dat is een wegwerpding. Ik heb een wegwerpkapje, ja. Klopt. Ja, mag je die dan 2 keer op? Hè? Mag u die dan 2 keer op? Nou, dat is een goede vraag. Daar gaan we naar kijken. Volgens mij mag je hem... Ik weet niet precies. Okay. Ga ik naar uitzoeken. Geen idee. Ik ben het Muiderslot niet. Weet ik veel. En een nadeel van Mark trekt je niks van mij aan, Rutte, is dat mensen dan ook niet weten waar ze aan toe zijn. Dus voor de derde golf zou het misschien goed zijn als de premier zegt, luister, een mondkapje helpt maar een beetje, afstand houden is veel belangrijker, daarom deden we het eerst niet, maar dat was een fout, nu is het roer om, dus hup, iedereen zo'n ding op, kijk, zo doe je hem om, plats, vlam, vlam, nog eentje, bam, het is een wegwerpdingetje, bam, zo moet het, kijk naar mij. Maar dat doet Rutte niet, want hij wil niet de baas spelen. Volgens hem hebben we geen baas nodig. Volgens mij zijn we land vol volwassen mensen. Nou, moet je gewoon de feiten vertellen. En dan is het aan die volwassen mensen om te besluiten of ze dat willen. Wij zijn volwassen mensen in een volwassen democratie. We zijn allemaal volwassenen. Allemaal volwassen. Iedereen is volwassen. Ja, we zijn hier inderdaad met heel veel volwassenen. Het worden er wel steeds minder trouwens de komende tijd. Maar voor de derde golf is het misschien wel goed om te onthouden dat volwassen niet per se hetzelfde betekent als verstandig. Mevrouw, u dreigt de supermarkt in te gaan zonder mondkapje. Oh, nou één? Ja, het wordt geadviseerd. Ja, hey, goeiedag joh. Maar ik vind eigenlijk moet een verplichting komen. Kijk, ik ga me niet dwingen natuurlijk hè, bij die winkel. Kijk, als het helemaal moet, dan moet het. Maar ik ga me niet zeggen van u moet nu dat ding doen. Doet u het nou wel of niet? Ja, als het echt moet, dan moet het, maar ik laat me niet dwingen. Hoe bedoelt u? Nou, als het verplicht is, dan doe ik het hoor, maar ze moeten niet zeggen dat het moet. Hoe bedoelt u? Nou, ik weiger het, behalve als het moet, dan doe ik het niet. Oké, dus het werkt niet om gewoon te roepen, we zijn allemaal volwassenen en hopen dat het goed komt. Dat werkt niet in het verkeer, dat werkt niet bij brand, dat werkt niet in het Witte Huis en dat werkt al helemaal niet bij corona. In elk geval niet in Nederland. Dus voor de derde golf is het wel handig om heel erg duidelijk en heel erg op tijd in te grijpen. En dat is precies waarvoor ooit het corona-dashboard is bedacht. Weet je dat nog? Misschien ken je dat nog. Supercoole website met het aantal positieve testen en het aantal bezette ziekenhuisbedden en zo. En er zijn ook signaalwaarden. Dat zijn aantallen waar we niet boven mogen komen. Dat zijn een soort alarmbellen voor als het misgaat. En wat gebeurt er dan? Wat er gebeurt als zo'n waarde bereikt wordt, is niet helemaal duidelijk. Het is namelijk niet zo dat bij het overschrijden van een signaalwaarde meteen allerlei maatregelen worden genomen, legt de woordvoerder van het ministerie uit. Ja, die signaalwaarden die betekenen dus helemaal niks. Als iemand roept, jongens, de stroming wordt steeds sterker, dan rennen de Duitsers de zee uit en wij zeggen, oké, wil je die bal nog even gooien? In Duitsland is het duidelijk, als een gebied boven de 50 besmettingen per 100.000 inwoners komt, grijpen ze in. Bij ons niet. Hoe omschrijft minister Hugo de Jonge de werking van dit dashboard? We hebben nu een landelijk dashboard met ook goede signaalwaarden.
Zodat ook de regio weet, als je die signaalwaarde overschrijdt, dan moet je eigenlijk wel ingrijpen. Ja, als je de waarde overschrijdt, dan moet je eigenlijk wel ingrijpen. En dat woord eigenlijk, daarin zit hem het grote verschil met de Duitsers. Want Amsterdam ging bijvoorbeeld al op 9 augustus door de signaalwaarde voor besmetting heen. Maar toen duurde het nog 42 dagen voordat er werd ingegrepen. Door de cafés iets eerder dicht te laten gaan. Dat heeft Rutte zelf inmiddels ook begrepen, dus hij gaat diep door het stof. Maar ik zeg ook, niet alles gaat goed. Dat je moet vaststellen dat je daar nog harder had moeten ingrijpen waarschijnlijk dan we gedaan hebben, zodat je ook een verdere doorgroei meer had kunnen afremmen. Oh ja, joh? Hadden we nog harder moeten ingrijpen? Want wat we nu deden, de boel een beetje aankijken, vond ik ook al pittig, hoor. Goeiemorgen. Oké, dus we hebben een leider die niet wil leiden, een volk dat niet wil volgen, en we hebben eigenlijk niet echt een plan. Dus hoe leuk zou het zijn om voor de derde golf één superduidelijk plan te maken, waarmee je al die problemen in één keer oplost. Ja, toch? We moeten op tijd zijn met maatregelen. Wat je moet doen, is van tevoren heel duidelijk vastleggen bij welke besmettingsgraad welke lokale maatregel ingaat. Dat klinkt ingewikkeld, maar kijk even mee. Je begint met een duidelijk schema. Er zijn al landen met zulke schema's, bijvoorbeeld Ierland. Daar gebruiken ze dit schema. Een overzicht met verschillende levels en elk level heeft zijn eigen maatregelen. Het aantal besmettingen loopt van level 1 tot level 5. En bij ieder niveau kun je precies zien wat de maatregelen zijn voor jouw regio. Dus bijvoorbeeld bij het kopje bruiloften. Op level 1 mogen maximaal 100 mensen op je bruiloft komen. Bij level 2 50, et cetera. En bij level 5 maar 6 gasten. Dus dat is jij, je partner en 4 schoonmoeders naar keuze. Dit is zo overzichtelijk. En bij elk level is het duidelijk wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld level 3, dan staat er dus sociale bijeenkomsten, niet met meer dan 6 mensen. Zoveel mogelijk thuiswerken, dus augurken, CQ-uitjes thuis inmaken. En kerken gaan online. Dus dan moet Kees van der Staaij zijn inbelmodem uit zijn holle bijbel gaan halen. Oh, vader gaat op internet. En bij meer besmettingen kom je dan op level 4 en zijn de maatregelen weer wat strenger. Het enige nadeel van zo'n schema is dat er dan alsnog iemand van hogerhand moet zeggen, wij gaan nu naar level 3. Maar dat gaat Rutte niet doen, want hij wil niet de baas spelen. Dus wat wij moeten doen, we koppelen het gewoon direct aan het aantal nieuwe besmettingen per week. Dat is handig voor iedereen. Voor Mark Rutte, die kan dan zeggen, ik ben niet de baas, het schema is de baas. En daarna de euromast. En het is handig voor ons koppige Nederlanders. Hier vertegenwoordigd in een net iets divers fotootje. Want wij zien die maatregelen dan van tevoren aankomen. Dan worden we niet verrast door een persconferentie en zeggen, oh, opeens moeten onze kroegen dicht. Nee, je weet al lang dat je bij 17 besmettingen per dag in jouw stad 2 uur eerder dicht moet. En dan zijn het geen nieuwe regels, maar gewoon bestaande regels die in werking treden. En wat mij betreft voegen we gewoon nog wat extra levels toe. Hè. Na level 5 komt level 6. Iedereen heeft corona. Met als consequentie 2 weken lang iedereen verplicht 10 dolfijnen aftrekken. Waarom niet? En ook de andere kant op, hè? Level 0. Niemand heeft meer corona. De R is 0. Alles gaat weer open. Behalve de kerken natuurlijk, want die hebben een uitzonderingspositie. En de overheid organiseert een feest om te vieren dat het virus weg is. We noemen het Hugo de Jonge Dag. Dag, Hugo. Dag. Dag. Want die hebben we dan niet meer nodig. Een gigantisch nationaal volksfeest waarbij maar 1 slogan past. Bellevue, alle zalen. Dit was Zondag van Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week en tot volgende zondag. Wond je witte neuk filter? Kanoneer je man op Wit Kabaal. Of baat de gedichtjes achter in de torrent. Slik bier word je te kabonneren. Vlag hoor, boei.